Hallo beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meester van Poopsizer en mijn nieuwste filmrecensie. Deze keer over een historisch epos, The Last Samurai, met Tom Cruise in de hoofdrol en geregisseerd door Edward Zwick. Gaat over een legerkapitein 19e eeuw, die wordt ingehuurd om het Japanse leger te trainen dat streeft naar een modern, onafhankelijk en sterk bestuur. Want het is zo onland in de postkolonialistische tijd. Maar tijdens de veldslagen met dat getrainde leger tegen de samurai die een rebellie vormen in Japan, wordt de kapitein gevangen genomen en verblijft een jaar bij de samurai en leert zo hun manier van leven kennen. Deze film verraste me zeer toen ik hem voor de eerste keer keek. De hoeveelheid passie en respect voor de cultuur van Japan die was overweldigend. En hoe groot het emotionele raakvlak wel niet was zeer verrassend. Als het gaat om een film gebaseerd op ware gebeurtenissen, dan is dit een die bij mij echt heel hoog in achting staat. We beginnen met het acteerwerk. Tom Cruise speelt de kapitein Nathan Algren. Het is een man die in eerdere dienst dingen heeft moeten doen waar hij vreselijk veel spijt van heeft. Hij wordt ermee geplaagd door nachtmerries. Hij haat zichzelf en heeft deels daardoor ook de zin van het leven ermee verloren. Dat is niet veel soldaten vreemd. Een heleboel mensen die in dienst hebben gezeten, die hebben wel dingen gedaan waar ze vreselijke spijt van hebben en waar ze maar niet van af kunnen komen. En Tom Cruise is uitstekend in het weergeven van die doodse, troebele blik van iemand die al te veel gezien heeft en zich door de zin allemaal van afvraagt. We kennen Tom Cruise als een acteur die nou niet heel erg bekend staat om zijn subtiliteit of zijn sterke spel. Maar dit komt echt het dichtst bij Oscar-waardig wat hij nou zou kunnen. Zijn lichaamstaal, zijn betrokkenheid bij het hele gebeuren, de passie die hij heeft voor de rol van dit complexe karakter dat een nieuwe, betere manier van leven leert kennen. Tom Cruise is werkelijk fantastisch in wat hij doet. En op dus zijn emotionele spel na, dat gewoon een beetje vreemd overkomt op zijn Tom Cruise manier. Dat zie je wel meer van zijn films. Op dat na is hij echt vrijwel uitstekend. Dan zijn medespeler Ken Watanabe als de aanvoerder van de samurai Katsumoto. We kennen Ken Watanabe van een hoop Japanse rollen. Ook in westerse films speelt hij vaak de intimiderende en charismatische Japanner, zoals in Godzilla en Letters van Iwo Jima en recent Detective Pikachu. Hij kreeg een Oscar-nominatie voor deze rol, wat ik behoorlijk knap. En tegelijkertijd was hij ook een van de eerste Japanse acteurs die eer kreeg. Zodra je naar de performance van Ken kijkt, dan zie je dat hij precies begrijpt waar dit karakter over gaat. Wat zijn filosofie is. Waar zo'n man mee zou zwoegen. Want de samurai die hebben altijd een zeer vreemde levenshouding gehad en een code van eer die ze heel sterk naleefden. En voor buitenstaanders
kwam dat over als barbaars en vreemd. Maar Ken Watanabe die wist dat zo op een intelligente en redelijke manier over te brengen. Dat je echt begrip krijgt voor dit unieke volk. Dat naast die vreemde gebruiken er ook een prachtige cultuur op nahield. Om het nou Oscar waardig te noemen zou ik zelf niet zeggen. Ik heb betere rollen van Ken gezien. Maar de hoeveelheid werk die hij hierin heeft gestoken is overduidelijk zichtbaar. En ik ben echt wel trots op wat hij heeft weten te bereiken. En zo zijn volk kon representeren voor het buitenlandse publiek. De rest van de Japanse crew. Het zijn er een beetje te veel om allemaal stuk voor stuk op te noemen. Dus eerst Hiroyuki Sanada. Die speelt de rechterhand van Katsumoto. We kennen Hiroyuki van een hoop aan martial arts rollen. Hij was onlangs ook te zien in Avengers Endgame. Ik heb altijd zeer veel respect voor hem gehad als acteur. Omdat hij altijd een bepaalde mate van onderkoeldheid en intensiteit tegelijkertijd weet neer te zetten. Vanaf het moment dat hij als dit karakter Ujio op het scherm komt, straalt hij gevaar uit. En dat hij heel erg in controle is over zichzelf. Hij en het karakter van Tom Cruise hebben een bepaalde verhouding die langzaam switcht door de film heen. En de relatie die ze dus met elkaar hebben op die manier, die start nou niet bepaald positief, dat kan ik wel al zeggen. Die relatie is fascinerend. En Hiroyuki's optreden draagt daar heel sterk aan bij. Ik vond hem een van mijn favoriete karakters. Dan de tweede belangrijke rol, gespeeld door een Japanse vrouw genaamd Koyuki. Die speelt Taka, een vrouw in het Japanse dorp van de samurai die Tom Cruise onderdak verleent tijdens zijn verblijf daar. Er is alleen één probleem. Tijdens het gevecht met de samurai vermoordt het karakter van Tom Cruise haar echtgenoot. En vanwege de Way of the Samurai is ze verplicht hem onderdak te verlenen om de eer van haar man niet teniet te doen. En haar rol is ijzersterk op een heel bepaalde manier. Het volk in deze film laat heel weinig extreme emotie zien. Ze hebben geleerd altijd een masker te dragen van koelheid en beleefdheid. Maar daaronder zit, zoals Tom Cruise zelf zegt, een diep reservoir van gevoelens verborgen. Tuurlijk, voor een vrouw als Taka is het natuurlijk vreselijk dat ze de moordenaar van haar man onderdak moet verlenen en daar beleefd tegen moet zijn dag in dag uit. En hoe hij langzaam zich binnenwerkt bij haar familie. Die balans van dat masker ophouden en dat diepe reservoir dat naar buiten wil van afschuw en verdriet, dat is een balans die heel scherp wordt behouden door Koyuki. En ik was zeer onder de indruk van hoe goed ze die rol neerzette. Haar relatie met Tom Cruise, zijn karakter, is ook een fascinerende om naar te kijken. En zorgt voor een hoop emotioneel gewicht in deze film. Dan de laatste die ik wil noemen. Een man met een heel erg moeilijke naam. Shichinosuke Nakamura. Die speelt de nog jonge keizer van Japan. En zowel Ken Watanabe als Tom Cruise karakter ontmoet hem diverse malen. En dit is een man die zijn land heel graag de beste kant op wil leiden. En gelooft dat de beste richting is om de westerse gebruiken te omarmen. Maar de samurai die geloven het tegenovergestelde, dat de oude gebruiken juist zoveel mogelijk bewaard moeten blijven. En hoe die keizer dus
enigszins verscheurd wordt door wat nou het beste is voor zijn volk en zijn land. Hoe hij moet leren om echt zijn stem te gebruiken, zijn wil uit te oefenen voor die beslissing. Die wordt zeer goed vertolkt door deze acteur. Hoewel ook hij vrij weinig laat zien op emotioneel gebied. Zoals ik al zei, is dat juist de bedoeling bij de Japanse bevolking hier. Ik weet niet in hoeverre het een goede reflectie is van de echte Japanse bevolking. Maar deze acteur doet dat echt geweldig. Wat het acteerwerk betreft bezitten een hoop ijzersterke rollen bij. En met name de Japanse acteurs, die geven echt alles. Die zetten 100% hun passie voor hun cultuur en land erin. En zonder dat was deze film nooit zo goed gelukt. Echt applaus daarvoor. Maar dan de regie door Edward Zwick. Die kennen we van meerdere samenwerkingen met Tom Cruise. Zoals Jack Reacher en Jack Reacher Never Go Back. En ook de film Blood Diamond. En net als met de acteurs kan je zien dat hij vreselijk hard heeft gewerkt om de cultuur zo goed mogelijk weer te geven. Dat hij echt wou laten overbrengen dat dit iets kostbaars is. Iets dat behouden moet worden. Deze manier van leven van de samurai. Dat die oude tradities nog steeds heel veel schoonheid en pracht in zich hebben. En dat is hem uitstekend gelukt. En ook op het gebied van actie van de samurai, dus met zwaarden en boogschieten, heeft hij heel goed werk verricht. En ook op emotioneel gebied, daar zit hem vooral echt de kracht van de regie. Alles wordt langzaam, subtiel, stukje bij beetje in beeld gebracht om een bepaalde boodschap of gevoel over te brengen van wat de karakters doormaken. Dat is heel zorgvuldig en secuur gedaan. Tegelijkertijd bevat het ook een zwakte, want soms is het een beetje te melodramatisch. En heb je dus het gevoel dat Edward Zwick er gewoon te dik erbovenop legt wat gevoel betreft. Maar voor het overgrote deel is deze film gewoon ijzersterk geregisseerd. En Edward Zwick verdient echt hoge complimenten voor hoe goed hij deze cultuur en deze film in beeld heeft gebracht. Dan het camerawerk. Dat is gedaan door John Toll. Heeft meerdere Oscars op zijn naam staan. Voor onder andere Braveheart, The Thin Red Line en Cloud Atlas. Ik wil het vooral natuurlijk hebben over deze film. Dit camerawerk is absoluut geweldig. Er zit zoveel schoonheid en pracht en precisie in hoe de shots eruit zien. Qua licht en schaduw. Qua hoe het langzaam over het landschap van de samurai-dorpen glijdt. Hoe het de karakters in beeld brengt. Bepaalde emoties vangt. Het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Het is efficiënt. Het is kunstig. Het levert gevoel op. Enige minpuntje dat ik zou willen zeggen is dat er niet genoeg geëxperimenteerd is met kleur. Daar is nog steeds een behoorlijke portie van aanwezig. Maar het had in wat meer scènes gebruikt kunnen worden. Maar daar gingen ze voor natuurlijk licht in plaats van kunstlicht aanbrengen. Het is nog steeds in mijn ogen Oscar waardig. Heel erg mooi gedaan. Het verhaal dat is geschreven door John Logan en Edward Zwick zelf. En een van de producers, Marshall Herskovitz. Die laatste die heeft geen enkele goede film op zijn naam staan. Zowat, dus ik weet niet hoeveel hij nou eigenlijk bijgedragen heeft. John Logan, die kennen we van Alien, Covenant en Skyfall. Skyfall was een zeer sterk geschreven film, vond ik zelf.
Ik kan nou niet met zekerheid zeggen van hoeveel invloed elke schrijver nou gehad heeft op het script. Maar zeker is dat ze heel secuur zijn geweest met de karakterontwikkeling en toon van deze film. Ze wilden absoluut goed krijgen van hoe getraumatiseerd het karakter van Tom Cruise was. Ze wilden goed krijgen hoe hij langzaam integreert in het samurai leven. En ze wilden goed krijgen hoe het karakter, waarom het karakter van Katsumoto graag de wapens wil nemen tegen de moderne westerse invloeden. Ze zijn in vrijwel alles heel erg goed geslaagd. En op een paar onnatuurlijk klinkende lijnen na is dit echt een heel erg sterk script. Dus er zit veel natuurlijk Japans in. Niet zoveel Engels als je zou verwachten van een blockbuster als deze. Maar het is allemaal heel effectief in verwerkt. En ik ben echt wel trots op dit script. Dan de muziek. Die is gedaan door Hans Zimmer. Heb ik al vaker genoemd in eerdere recensies. Zoals Dunkirk. Dit is een van zijn subtielere en zachtere scores. Nog steeds heel erg indrukwekkend. Hij maakt veel gebruik van Japanse instrumentatie. En tegelijkertijd heroïsche en bombastische muziek om de moed en waarde van de cultuur van de samurai weer te geven. En dat heeft gewoon heel erg mooie resultaten opgeleverd. Het is niet iets wat ik nou zelf vaak zou draaien. Maar op de momenten in de film waar die muziek echt belangrijk is, daar is het echt prachtig. Heel erg mooie score. Dan het belangrijkste deel van deze film. Het design ervan. Een heleboel van wat te zien is geweest in de film is echt gemaakt. Het hele dorp. De moderne havenstad. Met zijn westerse invloeden. De kostuums en het harnas van de samurai. De zwaarden, hun kimono's, de kleren van de westerlingen en de uniformen van hun soldaten, de interieurs van de Japanse en ook de wat westerse huizen. Het is allemaal authentiek en ziet er prachtig uit. De kostuumdesigner hiervan heeft ook geholpen aan de Lord of the Rings trilogie. En het is dus geen wonder dat het zo goed geslaagd is. Prachtig werk. Kreeg ook Oscar nominaties voor art direction en kostuums. En ook de make-up. De bloederige wonden. Het vuil en smeer. Het ziet er allemaal zeer overtuigend uit. En met name in de laatste veldslag voelt elke verwonding die wordt toegebracht. Je kan je voorstellen dat deze karakters echt die pijn verbijten en gewoon alsnog doorgaan, terwijl het voor jou voelt alsof ze echt op hun laatste benen lopen. Een zeer indrukwekkend werk. Dan de actie in deze film. Er zijn twee zeer grootschalige actiescènes. Eén vrij aan het begin. Een ongetraind Japans leger tegen het samurai leger, om het gigantische verschil tussen de twee uit te drukken. Het is heel erg sterk opgezet qua spanning. En je voelt echt de angst van die mannen als ze de samurai tegemoet komen. Die als demonen met maskers uit de mist opkomen doemen. Echt heel erg goed gedaan. Maar ook natuurlijk gewoon de actie zelf van het hack en slash en schieten. Je zou verwachten dat dat wat rommeliger is gefilmd, want toenertijd werd er veel gebruik gemaakt van shaky cam en quick cuts. Maar dit is alsnog erg overzichtelijk gefilmd en net bloederig genoeg om een flinke impact op je te hebben. Het is niet heel over de top, maar alsnog behoorlijk bruut.
En dan de tweede scène tussen een nu moderner Japans leger en het voltalige samurai leger. Wederom prachtige opbouw, heel sterke spanning en ook veel emotionele waarde. Omdat dit letterlijk het laatste is van die cultuur dat tegen de moderne westerse invloed strijdt. Edward Zwick heeft wederom ongelooflijk veel werk gestoken in de opzet van die veldslag. En op een gegeven moment, als je al die figuranten tegen elkaar ziet knokken, wetend dat geen van hen nep was, dat het allemaal echte figuranten waren, dan krijg je enorm respect voor hoe hij zijn visie tot uiting heeft willen brengen. Die actiescènes zijn waanzinnig. Dan als laatste de 1-op-1 actiescènes, dus met zwaarden en pijl en boog. Ze zijn heel intens en close-up gefilmd en alsnog behoorlijk overzichtelijk. En ze slagen met name doordat er heel goed focus is op hoe de karakters zich voelen op dat moment in de strijd. Je ziet de intensiteit, de woede, de determinatie en focus. Focus en het leegmaken van de geest was een heel belangrijk onderdeel van de samurai training. En dat wordt uitstekend gereflecteerd in het karakter van Tom Cruise en Ken Watanabe als ze moeten vechten. Dus ook hoge complimenten daarvoor. Dan als laatste de sfeer van de film. Ik zei al dat Edward Zwick ijzersterke regie levert, die soms wat te sterk is. Maar alsnog, het gevoel van rust, sereniteit en intelligentie die je krijgt als je naar dat Japanse dorp kijkt en de gebruiken en de discipline. Je waant je net als Tom Cruise verbijsterd over hoe prachtig die Japanse cultuur eigenlijk is en hoe die bewaard moet blijven. De emotie, hoewel soms over de top, werkt heel goed door de subtiliteit van het script en de diepe focus op de karakters op dat moment. De spanning en actie, de spanning in de actiescènes is ijzersterk doordat we deze karakters al behoorlijk goed kennen en hoeveel er voor hen op het spel staat en ook gewoon de schaal waarmee het gefilmd is. De sfeer zit gewoon heel erg sterk in elkaar en soms een beetje te goed. Dus over het algemeen kan ik van deze film zeggen dat het een prachtig historisch epos is. Ik beoordeel het niet op zijn accuraatheid, want ik weet vrijwel niets van het onderwerp verder. Maar het is prachtig vormgegeven, heel sterke acteurs, prachtig geregisseerd en geschoten. Het is gewoon een kunstwerk en een mooi eerbetoon aan de cultuur van Japan en de samurai. Ik geef het een 8.8 van de 10. Ik laat een poll achter, zodat jullie zelf kunnen laten weten wat jullie ervan vinden. En ik zie jullie volgende keer bij het kanaal van Meesterlijk Upsizer met een nieuwe filmrecensie. Goodbye and live long and prosper.